vrijdag 22 maart, rustdag in San Luis, mini dorpje in de Alentej, tussenstop op weg naar Ordemira. Gefilmd vanuit het raam van ons appartement. Uitstapje zonder bepakking naar een uitzichtpunt in de buurt van San Luis. Wederom een prachtige dag. Ja, dat wordt heel gewoon eigenlijk. Hè? Ik ga het voortaan melden als het geen prachtige dag meer is. Zonder bagage op pad vandaag. Wij gaan beginnen aan ons uitstapje naar de Serra de São Domingos. De top op 750 meter en ondertussen hoor je de continue rochel van Wilma die met een kleine verkoudheid kampt. Er zou hier ijzer in de bodem zitten. Nou, dat zou heel goed kunnen. We zijn er bijna aan de top. Ja, de uitzichttoren is niet wat je noemt in optima forma. Maar een waarschuwing voor instortingsgevaar is er nog net niet. Maar hij heeft beter dagen gekend. Geen glas meer in de vensters. Wat wel voordelen heeft als je lekker wil filmen. Maar nadeel als je uit de wind wilt staan. Aan de bovenkant staan wel zonnepanelen en radiomasten. Die er aanzienlijk nieuwer uitzien, dus die hebben ze wel bijgehouden. Maar dan dat uitzicht, hè? Op de oceaan en de rivier. Olive. Aan de voorkant hebben we onze kamer, hè? Ergens. Ja, aan de straatkant. Een appartement dat uitermate geschikt is om er een rustdag door te brengen, omdat het echt van alle denkbare gemakken voorzien is. Inclusief een airco die ook als verwarming dienst kan doen, want fris is het hier wel. Minder dan 80 euro voor 2 dagen. Oké, ontbijt niet inbegrepen, maar evengoed een perfect verblijf. Iglesia, de kerk.